Zelf gedaan, goed gedaan is het programma waarin we de kijker aan het woord laten. In deze aflevering zien we hoe Glenn een kamer volledig transformeert tot badkamer. Mannekes, we gaan ons badkamer aanpakken. Allee, we zijn ze aan het aanpakken. Het bad, de douche, wc, alle lavabos zijn uitgebroken en de gemetste muren hebben we ook al weggedaan. Hier waren ook nog oude galvanbuizen in gebruik, dus die gaan we ook ineens vervangen, nu dat we toch aan het breken zijn. Ja, en zoals je kunt zien is dat echt geen overbodige luxe van die oude leidingen te vervangen. Die zijn volledig doorgerust langs de binnenkant en die nieuwe kunststofbuizen die hebben daar geen last meer van. Na de afbraakwerken plaatst Glenn eerst ventilatie vanuit een oude schoorsteen tot het midden van de kamer. Nu nog alles bepalen waar dat we moeten komen. Ik heb hier van een badkamerwinkel mijn technische tekeningen. Daarmee kunnen we overal aanduiden waar dat we moeten komen van elektriciteit, afvoerbuizen, leidingen van het water. We hebben ook voor een vrijstaand bad gekozen. We hebben hier de exacte maten uit een aantal laken kunnen halen. We kunnen al een beetje beter zien hoe dat komt. En dan is nu nog juist meten, tekenen en dan kunnen we weer al beginnen breken. Ik heb alle geinen geslepen. Daar gaan we nu de elektriciteitskabels in steken. Dat is ook een nest, maar als je die allemaal goed labelt van de eerste keer, dan heb je achteraf geen problemen. En dan ga ik ineens een keer laten zien hoe je zo die potjes inbouwt voor de elektriciteit. Allereerst een volle bevochtiging. Als je spuit mag zijn. Anders zuigt dat het water uit je pleister. Ik doe het altijd met gewone pleister. Simpel steeds maar dan gewoon. Dus voordat ik het vergeet. Daar zit de krings gezien. Voor uw draad te steken altijd daar op voorhand uit. Anders zou je achteraf aan het sukkelen. Hier binnen ook, die steekt gewoon door met een tournevis. Alleen met een schroevendraaier. Dan kunnen we die stopcontacten doorlussen. Eigenlijk simpelste is, zoals ik dat doe, met gewoon een pleister. Ik kan dat doen met snel cement en zo. Maar ik vind gewoon een pleister het gemakkelijkste. Op de achterkant een goede dot erin steken om de juiste diepte. Maak je pleister niet te lopend en dan ga je nakijken met de waterpasser en nu laten uitharden en dan kun je dat erna terug schoon te besmeren als je kabel erin steekt. Na het plaatsen van de elektriciteit is het vals plafond aan de beurt. Glenn maakt hiervoor eerst een kader uit metalen profielen. Hij schuift de profielen tussen dragende U-profielen die hij aan de muren heeft bevestigd. De profielen zaagt hij op maat met een haakse slijper. Eenmaal ze op eenzelfde hard-op-hard afstand zitten, schroeft hij ze vast. Glenn bevestigt de gipskartonnen platen op de profielen met gipskartonschroeven. Hij zorgt dat de plaat op profielen eindigt, zodat hij de panelen telkens op 3 profielen kan bevestigen. Die staan. Ik heb ook de isolatie erin gestoken. En nu gaan we nog de gipsplaten zetten. De groene, geschikt voor de badkamer. We letten wel onze plan met deze spullen. Die in derde hand, zogezegd. Maar dat is nu wel een jobje. Als je met 2 bent, doe dat toch maar liever met 2. Nu ben ik bezig met de buizen te trekken van het warm water en het koud water, van de douche, lavabo's, wc's. Het bad wordt voorzien van koud en warm water en naar het toilet plaatst Glenn een koud watertoevoer.
Daarna worden de leidingen weggeborgen achter een valse wand. Dit gebeurt opnieuw met profielen die in een U-profiel, bevestigd aan vloer en plafond, worden geschoven. Bij de jachtbak van het toilet voorziet Glenn een dwarsprofiel, want daar kan hij geen volledig profiel plaatsen. Na controle schroeft hij alles vast. Daarna plaatst hij er een verticaal profiel op, waaraan straks gipskarton kan bevestigd worden. Nu zijn de aansluitingen gedaan, alles toegeschopt, de muur is gezet. Omdat ik niet achter de inbouw-wc met een blok wou zitten, heb ik hem recht gemaakt. Dat is toch wel wat strakker. Nu nog deze kant. Hier komt een douche dan. De muur verlengd met een kader uit metalen profielen. Daarmee is alles weggewerkt. En nu gaan we hier nog van die waterdichte platen tegenzetten voor in de douche. Tegen de valse wand komt het wasmeubel, dus daarvoor ziet Glenn eerst nog OSB-panelen. Deze maakt hij op maat met een tafelzaag. Hij plaatst een dubbele laag panelen dwars op elkaar om een optimale stevigheid te verzekeren. Om het kleefgips waarmee de waterdichte platen worden bevestigd goed te laten hechten, wordt de gipsmuur nog van een hechtingsprimer voorzien. Daarna brengt Glenn Dot een kleefpleister aan. Daartegen duwt hij cementplaten. Hij controleert hierbij voldoende of het paneel 100% recht staat. De douche wordt op die manier volledig voorzien van waterdichte panelen. Op de valse wand naast de douche schroeft Glenn nog dezelfde panelen vast. De resterende muren worden nu nog van een laag afwerkpleister voorzien. Die pleister wordt nadien netjes afgesponst en afgestreken met een spaakmes, zodat de muur perfect glad is. Nu, de handigste vrouw dat ik ooit ben tegengekomen, en dat is toevallig de mijn, is hier bezig met de wanden van een douche. Dat is nu een speciaal verf geschikt voor in een douche. Met twee kleuren, maar speciaal technieken wel. Dat is met een palet en dan wordt dat gespoelst. Maar dat geeft echt zo'n betondoek. Maar je doet ermee wat je zelf vindt. En het is echt wel mooi, ja. En volledig waterdicht. Toch ook wel belangrijk, hè? Bon, de vloer. We gaan tegelen. Voor de badkamer hebben we gekozen voor een houtlook parketimitatie. Die hebben een ander formaat dan dat we gewoon zijn, een meter 14 op 20. Daar gaan we dan toch een deel een keer van uitleggen voordat we ze beginnen te lijmen. Voor Glenn aan de slag gaat, schraapt hij alle oneffenheden, zoals stukjes pleister, van de vloer met een steekmes. Daarna wordt de vloer volledig proper gemaakt, eerst met de borstel en daarna met een vochtige dweil. De tegels maakt Glenn dan op formaat met een haakse slijper. Ja, als je dat nu niet graag met zo'n kleine disc doet, dan kun je dat met een gewone tegelsnijder doen ook, hè. Hiervoor gaat Glenn eerst de maat van de tegel meten. Die maat trekt hij over de volledige tegel door met een winkelhaak. Vervolgens maakt hij een snede met de tegelsnijder. En dan kan hij met een kleine tik de tegel breken. Om de tegels te bevestigen, legt Glenn eerst een paar dotten lijm op de vloer. Hij doet dat telkens voor een tweetal tegels. Daarna gaat hij de lijm verdelen met de lijmkam.
Als laatste strijkt hij de lijm af in een hoek van 45 graden. Vroeger had ik al te veel aan lijm weg. Dat bespaart je straks wel wat kruiswerk. Ik ben met een tegel dubbel aan het verlijmen. Dat geeft toch een betere hechting. Dat is een beetje meer werk. Maar moeilijk is dat niet. Waarschijnlijk als je een peuter op je sandwich mee hebt. Daarna plaatst Glenn de tegel voorzichtig in het lijmbed en kuist hij de lijmplekken meteen af. Daarna plaatst hij voegkruisjes om een gelijke naad aan te houden. Voilà, de vloer ligt. Hij is gevoegd. We gaan een bad plaatsen, de wc, douchekraan, een douchebak moet nog komen, douchepaneel, de lavabo. Hier gaan we nog een bries en een schakelaar zetten. Dan de afzuiging voor de vochtige lucht en wat lampen plaatsen. Dan zijn we er klaar. Eerste werk is het bad plaatsen en aansluiten. Daarna volgt de radiator. Dat is een werkje voor twee. Met een gatenzaag wordt een uitsparing in de valse wand gemaakt. Hierin komt een inbouwpotje dat speciaal voorzien is van een klemsysteem voor opbouwwanden. De elektriciteit gaat af, zodat de schakelaar kan aangesloten worden. De nulgeleider en aarding worden doorgelust via een steekklem. De fasedraden verbindt Glenn met de schakelaar, waarna hij de verbinding goed vastschroeft. De schakelaar kan dan vastgezet worden in de muur. Met de verzekering aan kan de verlichting getest worden. Ik ga nu nog mijn profiel vastzetten voor de doucheruit in te zetten. Maar dat is een holle wand, dus daarvoor gaan we van die speciaal pluggen gebruiken. Omdat zo'n doucheruit toch wel redelijk zwaar is, moet dat toch wel stevig verankerd zijn. Zo'n pluggen die een diameter van 6. Je steekt in de muur in je holle wand, die trekt hij aan met zo'n tang. En dat trekt hem helemaal open. Dan is dat profiel, daar zijn 4 gaatjes in. Die heb ik hier al waterpas overgetekend. Met een boor van 6 maakt Glenn nu eerst een holte waarin de plug komt. Met de geschikte tang wordt de plug achter de wand uitgespreid. De schroef kan er vervolgens uit. Hiermee schroeft Glenn dan het profiel aan de wand. Eenmaal het profiel vastzit, kan de glazen wand op zijn plaats. Dat is een klus voor twee. Tussen het profiel en het glas komt dan nog een afdichting om de wand volledig waterdicht te maken. Met nog wat styling is de volledige badkamer afgewerkt. Heb je ook een verbouwingsklus waar je trots op bent? Stuur ons dan je video's zeker door naar zelfgedaan@dobbit.be.